J'étais forcé de travailler et je n'avais pas le droit de quitter la plantation. Il n'y a pas une personne qui est là-bas qui a dit qu'ils n'ont pas frappé. Il y a un qui dit, bon, lui, il ne veut pas rester dans ça, qu'il va fuir. On est sorti, on attendait les coups de feu et puis on l'a plus vu. I'm reading all these reports about child slavery in the chocolate industry. Slavernij is afgeschaft, maar het bestaat dus nog steeds. Als het zo structureel een weeffout is in een industrie, dan is het een blinde vlek geworden. Het moet anders, het kan anders en dan kom je in Afrika. En dan zakt de moed wel in je schoenen. Do you think these people are lying to me? Yes. Yes. That's the one problem. Nederland is strafrechtelijk verplicht om Teun van de Keuken te vervolgen. Oh, that the promises didn't come. Als niemand het dan voor ons wil doen, dan doen we het maar zelf. Dan gaan we maar een reep maken. Maar je komt in een wereld terecht die al 100 jaar hetzelfde doet. I just want to see that for myself. Maurice, ik heb al jouw repen nodig. Allemaal. Het is toch het bewijs dat je wel het verschil kan maken. Je moet ergens beginnen. Je moet niet nadenken. Je moet gewoon beginnen. Iedereen kan gewoon zijn eigen Tony zijn. Dat is natuurlijk ook het verhaal van deze reep.